Veel mensen hebben dromen in hun leven. Sommige mensen willen gewoon geld verdienen. Sommige mensen willen prijzen winnen. En sommige mensen willen gewoon erkenning. En het laatste stukje, dat heb ik gekregen. Want ik heb officieel een video op NOS Stories. Yeah. Voor de mensen die NOS Stories niet kennen, ja, dan leef je misschien echt onder een steen. Want hun TikTok-account heeft sowieso 860.000 volgers. En op Instagram hebben ze 1,1 miljoen volgers. Ze hebben gewoon voor die kleine clipjes met kleine actuele nieuwsitems, die leggen ze dan gewoon heel simpel uit. En ik werd afgelopen vrijdag ineens gebeld van, hey, we zien een bepaalde TikTok-trend die viral gaat. Zou jij misschien de TikTok-expert willen zijn? En ik dacht, ja, prima. Maar dat is nog niet alles, want waarschijnlijk ben je wel benieuwd hoe zijn ze bij mij gekomen. Dames en heren, jongens en meisjes, mijn naam is Puk en welkom bij deze nieuwe video. Ik zat dus officieel op NOS Stories, maar dat stond ik nog niet voor het eerst. Ik stond nu sinds afgelopen vrijdag in een video over de Gen Z taalachtig gebeuren. Ik laat je zien. Kijk, deze video op Instagram heeft hij, nou, bijna 600.000 views. Het gaat om deze video waar ik in zit. Dit soort video's worden steeds vaker gemaakt door bedrijven. Hi besties. Very cute to see. En het is best een leuke trend, even eerlijk. Het is best een leuke trend. Maar hey, waar kom ik dan? Kijk, gaan ze mensen interviewen op straat? Hier kom ik niet. Ik ben niet een van de geïnterviewden. Met de trend proberen bedrijven jongeren aan te spreken, weet social expert Puk. Ja, het succes achter deze trend is toch wel... Dat vind ik! What the fuck? De social media expert. Ik ben officieel door NOS Stories erkend als social media expert. Oprecht, het is best een leuke trend. Maar ik vind het gewoon grappig dat ze dan mij hebben gevraagd van, hey, wil jij dan hier iets zeggen als zijnde expert van social media? I mean, er zijn mensen met veel meer volgers dan ik. Maar ja, het is op zich ergens een beetje mijn baan. En de comments liegen er ook niet op, hoor. Kijk eens, allemaal mensen die vet supportive zijn. Dit is top. I like it, I like it. Timmermans, is dat de zoon van Frans Timmermans of zo? Man heeft nog nooit iemand anders gezien met een achternaam Timmermans. Ik weet niet, Wesley, maar zeg maar, Timmermans staat toch wel in de top 50 van de meest voorkomende achternaam in Nederland. Dit is echt mijn favoriete social media expert. Jullie zijn zo cute met z'n allen. Maar, zoals ik eerder zei, dit is niet de eerste keer dat ik op NOS Stories kwam. Want, precies voor de exact dezelfde reden hebben ze me een aantal maanden geleden ook gevraagd om in een NOS Story video te spelen. Dit was toen met die Brazilian marketing trend, dat je zeg maar zo'n, ineens zo'n transition hebt. Nu, deze potgrond, 2 plus 2 gratis. En kijk, hier was ik alleen nog maar TikTok-expert, hè. Hier stond ik alleen nog bekend als TikTok-expert. Nu een big upgrade gemaakt, hè. Social media-expert. Deze oude video heeft dus gewoon 24.000 likes. En ik kan de views hier niet zien, maar volgens mij zat hij ook echt op, nou, wat zal het zijn, 800.000 of zo. Het is bizar. En het wordt niet alleen op Instagram geüpload, maar ook op TikTok. Bijvoorbeeld de laatste video waar ik nu in zat, die staat nu op 65.000 views op TikTok. En op Insta bijna op 600.000. Dat is bizar. Maar nu nog steeds. Hoe ben ik nou benaderd? Een aantal maanden geleden werd mijn werk benaderd van, hey, jullie zijn een marketingbureau. Jullie zijn een TikTok marketingbureau. Zou er iemand van jullie iets willen zeggen over deze nieuwe trend of zo? En dat ging dus over die Brazilian marketing. Dat ik dacht, ja, prima, sure. Lijkt me best vet. Kan ik toch weer op mijn portfolio zetten of zo? En zo begon het verhaal een beetje. Want eigenlijk diezelfde dag nog stond ik op NOS Stories en werden de comments helemaal bezaaid met mijn naam en kreeg ik dit super vaak doorgestuurd met, holy shit, je bent TikTok expert. Doodziek is. Ik vind het echt zo lachen. Want iedereen zit echt zo van, wat de fuck doet Puk hier uit het niks? Nou, met deze. De clap die we nooit zouden verwachten. Puk Live en NOS. Yes. En nu ben ik dus terug. Want blijkbaar heeft NOS Stories het goed ontvangen. Dachten ze van, yo, deze guy die moeten we nog een keer vragen voor zo'n trendachtig ding. Vind ik al helemaal leuk, weet je. Toch soort van mijn baan. Hey, ik ben een expert nu, hè. Ik ben een expert. Ik ben nu erkend door de NOS als expert. Dus nu moeten jullie mij ook allemaal zien als expert van social media, hè. Denk ik. Ik weet het niet. Ik weet ook niet waarom ik hier een video over maak. Ik vind het gewoon leuk om te melden of zo. En dat ik ook denk van, eigenlijk moet je dit soort kansen, als je dit dus krijgt, eigenlijk altijd aangrijpen. Want ik dacht op het begin ook nog van, oké, moet ik dit doen? Weet ik veel. Ik werk met mijn hoofd erop. Maar later dacht ik, ja joh, is juist wel leuk. Dus pak gewoon dit soort kansen. Top. En hey, het is lekker voor je portfolio. Dus bij deze. En voor je het weet, word je door de NOS gezien als social media expert. En leaken ze je achteraan. Die is trouwens al lang geleakt. Want I don't care of mensen me achteraan weten. Welk programma moet ik binnenkort even binnendringen? Waar moet ik nu binnenkomen? Hey, we hebben toch stappen gemaakt. Max geheugentrainer een paar jaar geleden. Nu NOS. Ja. Wat wordt het volgende? Bro, ik ga president worden van Amerika. Of zo, denk ik. Ik veel. Waar moet ik nog meer langskomen? Ik vind het wel top, dit soort dingetjes. Dus hey, fijn dat jullie allemaal ook zo enthousiast zijn. En hey, thanks voor alle support. I appreciate it, man. Tot later met een nieuwe video. En volgende video heb ik een hele bijzondere aankondiging over... Huh? Ja,
Dit is eigenlijk letterlijk het enige wat ik erover kan zeggen. De ballen, laat ze niet vallen. Joe!